De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij, ABOP, gaat de komende verkiezingen in met KTPI Nieuwe Stijl, Partij voor Democratie en Ontwikkeling PDO, Nieuw Suriname en de groep Joyo. De organisaties hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend in het hoofdkwartier van de politieke organisatie aan de Keizerstraat. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk meent dat de ABOP nu sterker staat. Dat betekent dat we deze partijen gaan we zo meteen een overeenkomst tekenen, waardoor we al deze partijen onder de vlag van de ABOP de verkiezingen gaan ingaan. Ja, en u weet het, wanneer we praten verkiezingen 2025, dan betekent dat alle stemmen tellen, want nu gaan we landelijk. Maar dat is het niet alleen de bedoeling om die verkiezing te winnen alleen, maar dat de beroemdjari die er moeten zijn hier in Suriname, mensen die hard hebben voor het land en zeggen van ja, maar ABOP is een echte partij. We hebben bewezen in 2020 dat het gaat niet alleen om macht. Brunswijk benadrukt dat duidelijk moet zijn dat de partij niet bezig is met nepotisme. En een ieder die de potentie heeft de gelegenheid moet krijgen om zich te bewijzen. John Nasibdar, voorzitter van Nieuw Suriname, vindt dat de samenwerking aangeeft dat de partijen divers zijn. Jullie zien het zelf dat Nieuw Suriname ook deel uitmaakt van de grote familie. En dat we niet zomaar voor samenwerking met allerlei partijen die er zijn. Als je vandaag kijkt, dan zit je duidelijk echte bronzijari hier. En daarvoor gaan we. Ik heb een aantal keren geklaagd ook in de media over de situatie. En ik stroom niet mijn eigen mensen ook terecht te wijzen. Maar vandaag zitten we hier met de echte groep waarmee we de verkiezing ingaan. De matak tegen de oorlog, je kan een echte man. En dat we gewoon oorlog moeten. No there anything. De partijen PDO en Nieuw Suriname zijn eerder uit een samenwerking met de NDP gestapt. Brunswijk zegt dat de ABOP voor meer dan 100.000 stemmen gaat.